Yo, kijk van IMT. Vandaag ben ik met een nieuwe aflevering van Roby Twin Boo Rainbow Bell Adventures. Ik kan het nog steeds niet fatsoenlijk uitspreken, ik weet niet hoeveel episodes. Dus laat me ook niet zo moeilijk maken. Wow! Drie seconden in de opname, ik ben al dood. Gee fucking gee. Zo zeker wel een straight to right run level zijn. Ja, dus. Het is gewoon zo veel mogelijk proberen te ontwijken, dus. Jezus. En dead. Ik heb bijna de halve wegen gered. Scheidbeest. Gaat toch iemand anders etteren of zo? En niet mij. Ja, begrepen. Well, let's do it again. Hop, gaan we weer. Hoppa. Want Willem zijn ook zo lief geweest om een potje neer te zetten. Pas op gevaar. Hop. Hoe lang nog? We zijn er bijna. Een kort leveltje, denk ik. Lullig! Jezus! Dat is even bullshit. Denk je eigenlijk van, oh, ik wil lekker vooruit rennen. Zijn er van die tandenstokers in de weg? De muziek is wel heel toepasselijk bij dit level. Nee, valt dat je dus niet geraakt. Apart. Oké, laten we snel lekker gaan rennen. Pikachu. Oh ja, dan sta ik op. Kijk, damage. De gas weggeven. Invincibility frames. Did it. 52 seconden, maar ik had het een stukje sneller. 29. Alright. Nou, nog een leveltje. Maar is weer een boss fight. Wel, hierboven wil ik niet graag zitten. Wat gaan ze nou doen? Ze op mij lopen jagen. Oké, dan moeten ze dus ontwijken. Good to know. Let's do it again. And try to not to be die. Okay, let's go. Kijk, die spawnen. That's unfair. What the fuck is dit van boss?
Hello, I'm over here. I'm dead. I don't get it. Hopelijk zijn die, voor mij is die endboss wel een heel stuk duidelijker. Anders gaat het helemaal niet goed. Een klein beetje afkoelen. Wow, wow. Ik kan vanzelf weer terug. Nou, eentje blijft er dus met. Een stuivertje wisselen. Van heel ouderwets. Van voor jullie geboorte. Van de meeste kijkers, denk ik. Kijk. Het is verschrikkelijk. Dit is een kat en muisspel. Jezus. Ah. Omwisselen. Ik was sowieso dead. Ik werd ingesloten. Free try. Player 1. Press start. Op. Incredible hit. Oké, schrijf weer een speciale vorm. Ja, buff map. Just a question. With the Mad Max. Sorry, dat is een referentie naar een andere game. Oké, ik sprong niet goed. Ik sprong weer niet correct. Oh, nog 3 hits en ze waren kapot. Stuk. En dan had ik gewonnen. Nou, die groene had gekozen. Had ik nog kunnen. Die schouderpunt is trouwens iets. Kijk, dat was even eenvoudig damage doen. Maar dat mag alleen niet heel veel baten. Die andere nog niet te pakken kan krijgen. Oh. Best wel heel erg smal eigenlijk allemaal hier. Become mad right now. Oké, zolang ze mij maar blijven achtervolgen. Woodwool. Dus wie is wie? Op. Hop. Even wegrennen hier. De achterkant kan best wel verwarrend werken. Oké,
Oké, jij gaat daar naartoe, dan blijf ik hier. Oké, dat was een perfectly frame skip. Oh, hell god. This could be the end. Damage kon ik daar niet meer voorkomen. Nog één hit. En ze zijn kapot. Ik moet de rest wel perfect gaan. Ah, hier kom jij. En gewonnen. 2 minutes and 10 seconds. Did it. World 6? Area 6? Did it. Nou, we gaan gewoon even kijken wat we verder nog gaan kunnen doen. In de next level. Take it eye. Gewoon er bovenop springen. Oh ja, nee, jezus. Wat helpt. Oké, doe even start drukken. Dan wil ik een quintbow worden. Maar die kan eigenlijk heel snel schieten. Heel snel laden en schieten. Ja, moet je kijken hoeveel sneller. Doet best wel wat meer damage. Daardoor. Boss B2 is dit trouwens. Kan ik dus 4 haakjes in 1 keer doen. En dat scheelt best wel heel veel damage. En heel veel tijd. Boom. Nog 1 keer goed te hitten. En he is dead. En die is almost dead. Right now. Did it. You're dead. Gewoon eigenlijk 3 keer dezelfde endboss. 1 keer normaal, 1 keer skiën en 1 keer versie 2. Next. Even zien. Zo. Jezus. Best wel annoying. Nee! Oh, jezus. Oh, die kan niet 1 keer niet moeten gaan vliegen. Dan ga ik het echt helemaal mis. Hoeveel moet ik anders erop springen? 12 keer of zo was het? Ik kan snel tellen. Goeie 14 keer. Veel vaker. Het is voor 1, 2, 3 niet eens zelf te zeggen. Oké, dit is pretty annoying. Dang it! And I am dead. All over again. Retry. Take an eye. Bobby.
schat. Ja, jezus. Even die bullshit devs zijn dit. Die laatste hit was terecht. Maar die andere twee gewoon niet. Eerlijk is eerlijk. Punch. Eén, twee, drie, vier. Shoot. Oh, wat? Hey. Oh, die gaat iets sneller. Even zien dat het einde van de game begint te naderen. Nog één hit. 4. Uno, dos, tres. Oké, nog meerdere hits. Uno, dos, tres, cuatro. Ik kan hem wel most. 3 lives left. 3 hits te gaan de volgende keer. Player 1. Tegen die? Yes! Piem. Dan mag jij dus naar die hoek toe. Hé? Wacht even, pak ik een hele andere hoek. Oké, we gaan gewoon proberen het nog steeds te halen. Waarschijnlijk gaat het wel iets moeilijker worden. Geen keer gehit mag worden. Ja, weet je, dat is onmogelijk om te blijven staan. Oké, dat is goed om te weten. Dan weet ik dat dus ook weer. One player. Take a die? Yeah, sure. Nou, wil ik eens weten waar hij gaat staan. Afhankelijk van hoe die gaat kijken. Och, ben je nog wel goed te ontwijken. Oké, dat is gewoon jammer. Maar ja, dat is even niet anders. Nog één hit. Dat was ook gewoon weer jammer. Weet nooit waar die stopt. Dat is het hele probleem. Eén hartje meer had gehad, had ik hem gehaald. Gegarandeerd. Dan kan ik de volgende episode de allerlaatste level gaan doen. Oh, misschien plak ik hem er meteen achteraan. Gaat van daar naar daar. Dan zal alles gewoon lekker random zijn. Dood ga ik waarschijnlijk wel deze ronde. Ja, dacht ik al. Ik hoef maar 5 keer te raken. 5 keer 4, 20 keer op springen. Zou het anders zijn geweest. Ja, dat vind ik wel iets te vaak. En iets te tricky. Dus dan maar schieten. Met een vuist. Dus sla maar een flinke keertje. Shot. Eén, twee, drie en vier. Shoot him. Schat. Dat is heel jammer. Dat was nog jammerder. Door Bobby ben ik dood. All over I can. Het scheelt dat ik niet het hele level opnieuw hoef te doen. Dat scheelt ook nog best wel heel veel. Al dat soort dingen. Gewoon in die andere hoek kan houden. De hele tijd.
Dus op deze manier, hè. Niet zo huilen. I'm not a child. You're a boss. En we hebben het gehaald. Ik weet niet hoe lang de boss fight gaat duren. Misschien wel een apart episode, misschien niet. Maar ik sluit hier bij deze video wel af. En anders komt hij er gewoon achteraan. Dus in ieder geval, laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Tjus.